ontzettend leuk en bijzonder om te spreken als fotograaf. Ik moet eigenlijk altijd die mond houden als fotograaf. Zien in het tijdschrift wat er met je werk gebeurt. Het is heel bijzonder om hier op 3 schermen in een sequentie van 15 stappen eigenlijk een onmogelijk groot project, of eigenlijk onmogelijk groot voor een tijdschrift moet ik nou zeggen. Want die kunnen er maar 6-7 foto's aan besteden. En het is een project van 7 kilometer lang. Dus het is eigenlijk nauwelijks in een artikel te vangen. Heel leuk om de woorden crisis en onrust en dat soort dingen, die zijn hiervoor al gevallen. Arjen Geuze ook. Nou, dat past allemaal heel goed als introductie voor waar dit verhaal over gaat. Onno, ga je mijn beelden laten zien of wil je ze? wat er bijzonder is aan dit project is dat ik ben gevraagd door Arjen Geuze om dit te fotograferen. Wat er heel bijzonder aan is, is dat het, zoals ik Arjen en Westacht ook ken, in een aantal gevallen precies het juiste, op het juiste moment en op de juiste plaats is. West8 vind ik zelf ook altijd het beste als ze een beetje moeten improviseren, net als ik dat zelf moet doen. Ik wil jullie ook graag uitnodigen om vooral te interrumperen of iets te vragen als je daar reden voor ziet. Spanjaarden zijn ook dol op improviseren, die wachten niet tot de tekeningen af zijn, die gaan gewoon alvast bouwen. Want ze hebben enorm veel haast, een groot project, de volgende burgemeestersronde staat al klaar. Dus Enzo Windels van West8 heeft na een vaak op de site zelf staan dirigeren met de Spaanse bouwheren om de dingen erin en eruit te goochelen die eigenlijk op een hele bijzondere manier zijn opgenomen in dit plan. Wat is er, om heel even bij het begin te beginnen, Madrid is eigenlijk is begonnen met een door de Mooren gebouwd kasteel en toen waarschijnlijk geen kathedraal. Die kathedraal en dat kasteel die liggen op een verhoogde hoek. En die hele stad Madrid heeft zich wonderlijk genoeg naar de noordoostkant ontwikkeld. En die helling naar beneden van het kasteel is de kasteeltuin, zoals jullie in de eerste foto links konden zien. Waar alle Madrileense echtparen zich poserend laten fotograferen in de nieuwe geluk. En die tuin loopt naar beneden en daaronder was eigenlijk de grens van de stad. Er was niet alleen een prachtig riviertje, maar vooral ook een zesbaans gruwelsnelweg. Madrid heeft eigenlijk sowieso nergens heel veel ruimte. De gebouwen zijn imposant, er zitten veel ornamenten aan. Dwingen ze aandacht in hun zwaarte en materialiteit. En eigenlijk heeft Madrid heel weinig ruimte. Daarboven zien jullie ook de kathedraal. De beelden waar je nu naar kijkt, dat is eigenlijk allemaal, was dat allemaal infrastructuur. Dus dit prachtige, parkachtige, verzooienachtige landschap bijna, dat was gewoon een achtbaan snelweg met flyovers en cirkelende verkeersbochten die een enorme verkeersstroom rond het centrum van Madrid moesten rondleiden. En direct daarachter, je ziet het nu ook in het meest linkse beeld, waren allemaal flatgebouwen waar hele keurige, wat minder rijke arbeiders woonden, die in volkomen hermetische wijken waarin de wassen droog hingen op de balkons in de uitlaatgassen van die zesbaanse rondweg rond het centrum van Madrid. Je ziet er nu helemaal niets meer van en dat is ongelooflijk bijzonder. Even kijken, je komt uit Portugal, op de Avenida de Portugal, kom je aan op de ring. En dan kun je die hele zuidelijke ring Madrid nemen. En die hele 7 kilometer van die ring, die is helemaal overdekt. En dus alles wat we nu zien is eigenlijk een fractie van het totale project. Ik geloof dat aan de oppervlakte er 400 miljoen aan budget was om mooie dingen te maken.
dit enorme bedrag, dit onbegrijpelijk grote bedrag, is slechts een fractie van wat hier allemaal onder ligt. En dat zijn dus al die verstopte wegen. Op al die snelwegen ligt Salon de Pinos. Dit is eigenlijk het einde van Avenida de Portugal. Dus hier komt de weg aan op de ring. Dus hieronder zit de aansluiting naar de ring. En daarbovenop ligt de Salon de Pinos, zoals het project heet. En dat is een hele lange, smalle, ik heb er ook steeds weer opnieuw foto's van terug laten komen. Een soort smalle, of relatief smalle, smal pad. Met gekronkelende pijnbomen die door houten steunen worden onderschraagd. Waarop oma's hun kleinkinderen leren lopen, waarop mensen, Spanjaarden dragen bijna allemaal rode t-shirts. Maar die zijn in de rode t-shirts daar enorm hard aan het fietsen of aan het skiën. En bejaarde dames van 80 die lopen daar tot 11 uur, 12 uur 's nachts lopen die daar eigenlijk te wandelen. 3 stapjes vooruit, 6 stapjes stil en dan weer 3 stapjes vooruit. En het is ongelooflijk. Ik loop daar rond als fotograaf en vraag dan ook eigenlijk aan mensen die daar betrokken zijn en ik weet van is hier s'nachts helemaal geen aanrandingen vinden hier plaats in het donker. Ja, dat is hier helemaal niet. Dus er lopen gewoon mensen, oude dames van 80, hand in hand, die lopen daar s'nachts heel erg te genieten van een onwaarschijnlijke buitenruimte. Waarvan eigenlijk uit elk punt ze die kathedraal en dat kasteel kunnen zien. Dus dat is eigenlijk in grote lijnen het verhaal van dit project. Hier rechts zie je een kerkje wat hopeloos verloren was geraakt tussen al die wegen. En dat is gewoon mee opgenomen in het plan. Het hele kerkje is schoongekrapt en schoongepoetst. En helemaal opgenomen in het plan. Ook links is eigenlijk een bos. En alles vindt eigenlijk zijn beslag in dat project. Er was een grote flyover. En die was opeens over. Daar ging geen verkeer meer over. Wat te doen met deze flyover? Nou, Edso heeft besloten om daar gewoon een heuvel op een slingerende heuvel op te leggen. En dat ook gewoon mee laten doen met het park. Dat maakt dit ontzettend bijzonder project. En iets wat ontzettend gedacht en vormgegeven is met het hart, zou ik willen zeggen. En je ziet ook aan alle beelden, dit is een van de oude bruggen die over die ongelooflijke verkeersbrei heen liep. En die brug is nu een plein geworden. Je ziet het eigenlijk van links naar rechts. Hier in het deel tussen de bomen, dat is de achterkant van het eerste beeld. En daar staan allemaal bankjes en daar zitten oude vandaagen. Ze zitten daar heerlijk te kletsen in de schaduw. En hun vrienden in rolstoelen die schuiven lekker aan. En die brug, een verkeersbrug, ooit een lange tijd geleden, is nu gewoon een ontzettend langgerekte, prachtige plein geworden. Met een mozaïekpark daaronder waar eigenlijk de hele dag mensen aanwezig zijn. Zijn er dingen die je al zou willen vragen, misschien? Loopt hier dus onderdoor? Maar ik zie die straat loopt hier nog onderdoor. Dat klopt. Maar ik zie nergens de informatie. Nee, dat is heel bijzonder. gek genoeg. Wat er bijzonder in dit project is dat het een beetje een rauw project is. Dus er is ontzettende hoeveelheden natuursteen is er gebruikt. En doordat het een zekere rauwheid heeft, door flyovers lopen net als in Central Park in New York. Daar lopen gewoon wegen doorheen die je niet tegenkomt. Dus je moet daar ontzettend op gaan letten, wil je dat soort details ontdekken. En hier staan om de zoveel tijd staan er eigenlijk granieten blokken. Met ventilatieroosters daarboven. Maar je komt ze eigenlijk niet tegen omdat ze opgenomen worden in een soort nieuw parklandschap. Je ziet de auto's niet, je hoort ze niet, je hoort ze ook niet bij de ventilatiegaten.
Het is gewoon ontzettend stil, heel erg prettig. Zelfs onder die flyovers is er eigenlijk geen geluid van het verkeer te horen. Dit zijn, heel even reageer, heb ik de foto's die voorbij komen. Dit zijn twee bruggen die West-8 ook heeft ontworpen in het plan. Nou, Spanjaarden willen natuurlijk alleen maar schaduw. Schaduw is de beste plek om te zijn. Dus hier zijn twee bruggen als een soort kathedralen over de rivier ontworpen. Die vooral ook heel veel schaduw geven en heel veel verblijfsruimte zijn. Jij hebt het vraag aan Matthijs. Dag collega. Ik vroeg me af of die normale mensen nog niet vinden, waar je net over had. Ja, 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 juist die normale mensen. Ik hoorde het in de laatste beelden hier ook echt expres op gelet om daar een aantal van te stoppen. Je ziet, als je goed kijkt op veel foto's, zie je echte bejaarde arbeiders hand in hand. Mannetje met een petje en een keurig vrouwtje met een vestje aan. Die wonen daar nog steeds. En ik denk ook eerlijk gezegd, de prijs van hun appartement zal zeker omhoog zijn gegaan, maar het zijn geen villa's geworden op zich. Dus hier zijn de bruggen bij nacht open. Dus die mensen die wonen daar en die zijn echt de gelukkige gebruikers van het park. En dat is ook bijzonder dat iedereen, maar ook de politiek, identificeert zich enorm met dat nieuwe elan wat Madrid krijgt door dat park. En er worden geregeld ook interviews in de kranten afgedrukt waarin bijvoorbeeld die 80-jarige dame wordt gevraagd wat ze van het park vindt, die dan heel lief zegt dat ze elke dag veel verder loopt dan ze van plan was, omdat er even verderop toch ook iets heel moois aan de hand is. En dat is echt wat je ziet en voelt aan zo'n plek. Dit is echt een plek van die mensen. Dit is, ik denk, ook interessant om met de vorige spreker in gedachten. Ik denk dat het heel weinig voorkomt dat je een plan kan maken wat zo één op één is met eigenlijk de wensen van de latere gebruiker. Die bent als architect natuurlijk al vreselijk je best aan het doen om iets moois te maken, maar om iets te maken waar mensen zo in hun hart sluiten, dat gebeurt toch relatief zelden. Sander? Hey. Ik denk dat Ed zou heel dankbaar zou zijn voor dit verhaal. Ja. Maar wat ik mezelf afvroeg en wat ik hier nog niet heb horen zeggen is, ik zou graag een indruk van je willen krijgen van hoeveel werk is het om zo'n enorm groot park te fotograferen. Ik meen dat je 3-4 keer naar nou, het is nee, het valt eigenlijk reuze mee. Het is, ik ben hier 2 keer geweest. 1 keer toen voornamelijk de andere oever nog niet klaar was. Maar dan kan je eigenlijk niet goed fotograferen omdat je. Nee, zoals je in de middelste foto ook ziet, dan kijk je van de ene kant en de andere kant tot de beëindiging van je beeld. Dit zijn allemaal in het park verstopte voetbalvelden, skatebanen, tennisvelden. De eerste keer heb ik me echt ongelukkig gelopen. Zijn mijn knieën waren naar de haaien. En, dit is 7 kilometer lang. Je bent de hele tijd aan het rennen om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. De tweede keer was dat eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus ik heb het toch eigenlijk in vrij korte tijd heel makkelijk kunnen doen. En, Een aantal uur. Nee. Ik ben hier wel een paar dagen geweest, dat is zeker zo. Maar het was veel minder zwaar dan ik dacht. Dus dat, de muziek geeft aan dat ik klaar ben, mijn foto's zijn nog niet klaar. Dus, ik weet niet hoe het gaat. Voor mij is het goed. Ja? Er zijn verschillende ringwegen rondom Madrid. Dan zit de M10, M20 en de weg. Ja, voor de feiten moet je in de architect bladeren, maar het is gewoon de ringweg die aan het kasteel en de kathedraal loopt. Dus daar is geen misverstand over. I built cities in the daytime, but I walked the ruins in my sleep. And these streets provide some comfort as this city takes me deep.